Welkom bij alweer het tweede videoblog van Pinocchio. Vandaag nemen we een kijkje in de stad Schouwburg van Haarlem, waar heel hard wordt gewerkt om een decor op te bouwen. En ik ben heel erg benieuwd wat Riek Zwarte, de ontwerper daarvan, ons erover kan vertellen. Wil je zien hoe het eruit ziet? Ja, ik wil graag zien. Nou, het is zo onaf als maar zijn kan. Ik loop er even mee. Nou, dit is het... Ik zal je vertellen wat de rampen van vanmorgen waren. Dit achterdoek, dit vloerdoek, bleek te kort te zijn. Mag je aan niemand vertellen. Dit is het draaitoneel. Ik zal het even laten zien. Zie je? Hier heb je vier taartpunten van het draaitoneel. En het wordt dus een hele grote schijf hier rond. Ja, daar kun je zien, want ik heb verf gespaard. We moesten heel zuinig zijn. Dus ik heb verf gespaard, daar komt hij dan te staan. Er komt een compleet Italiaans stadje komt er op het draaitoneel te staan. En dit is de kerk. En ik ga het even laten zien, dus blijf op afstand, anders kun je het niet zien. Dat die kerk, die is driedimensionaal. Het is allemaal nog in schetsen. Dus dan... Dus hij moet nog een deur krijgen. Huisjes van het stadje. Ah, oh, superleuk. En dit is die kerk. In het klein. Zie je, dus moet nog die deur en dat moet er nog aankomen. En dit moet nog geschilderd worden, want het staat er alleen maar in houtskool. En dit is ook wel leuk om te laten zien. Dit is de rest van het stadje. Dat gaat nu in twee delen. Het ziet er iets anders uit. Hier heb je de poppenkast. Een recycle-stijl. En toen hebben we bedacht van, dan gaan we ook echt alles wat we nog in het magazijn hebben liggen. Zowel bij de toneelmakerij als bij de firma Riek Zwarte. Dan gaan we daar alle rotzooi die we nog hebben liggen, gaan we opgebruiken. En de rest kopen we op rommelmarkten en zo. Dus bijvoorbeeld, dit huisje. Dit is bespannen met oude lakens. En dat kan ik je wel laten zien. Deze lakens zijn zo dun, hier kun je zo met je vinger doorheen. Ik ga het niet doen, maar daarom heb ik een lapje overheen gehangen. En dat kon ik, die lakens, dat is hartstikke oud linnen. Maar die kon ik voor 1 euro per stuk kon ik ze kopen. En toen heb ik gewoon op vakantie een heleboel lakens gekocht. En ook andere spullen die in de voorstelling zitten. Dus zelfs op vakantie werk je nog? Ja, leuk. En broeders en zusters, de weg is lang, want naar huis kent vele omwegen. En terwijl Pinocchio's voeten bewegen, begint de weg te kilometeren, stap voor stap en bocht na bocht, beetje voor beetje word je ouder. En broeders en zusters, het hoofd bepaalt de richting, maar het hart zegt waar je huis staat. Jammer genoeg is dit alweer het einde. Volgende week gaan we de acteurs aan het werk zien.